Laten we samen even kijken hoe je de Easy Switch document invult. Het document kan je downloaden op smartdesigntools.com bij Tools. Of je kan het ook simpelweg bestellen in de My Smart Shop online. Wat is dit document? Wel, dit is eigenlijk een migratiemandaat voor vaste lijndiensten en nummeroverdracht. Dit document dien je altijd in te vullen in volgende situaties. De klant wil televisie en internet bij jou, dan moet je dit invullen. Wenst de klant niet alleen televisie, internet, maar ook nog een vaste lijn te behouden, dan moet je dat invullen. Alle andere gevallen niet. Dit document wordt niet gebruikt om een nummer over te dragen voor een mobiele telefoon. Dit is enkel voor vaste lijn, voor televisie en voor internet en niet voor mobiel. Laten we samen even kijken waar je wat invult. Bovenaan beginnen we met uw persoonlijke gegevens bij klantennummer. Dit is enkel als je bij een bestaande Orange klant bent. Daar ga je dan zijn bestaande Orange klantennummer noteren. Op de rechterkant zie je staan klantentype. Gelief altijd in te vullen als het hier gaat over een residentiële klant of een professionele klant. De rest vul je gewoon verder aan. Heeft de klant als professionele klant dus ook een BTW-nummer, ga je dat ook gaan noteren. Daaronder kan je zien staan de overdracht van de internet- en tv-diensten. En daar kan je kiezen of ik wel gebruik maken van de Easy Switch of ik wens geen gebruik te maken van de Easy Switch. Hier gaan we aanduiden, ik wens gebruik te maken van de overstapdienst Easy Switch. Orange zorgt voor de automatische migratie en het opzeggen van de hieronder aangegeven diensten bij uw oorspronkelijke operator. Wat betekent dat? Wel dat Orange de tv, internet en eventueel vaste lijndienst zal overzetten naar Orange en zal laten weten aan de oorspronkelijke operator dat ze daar stopzetten. Wat hebben we van informatie nodig? Wel, gegevens van de oorspronkelijke operator. Is uw klant op dat moment bij Telenet, Proximus, Scarlet of een ander operator, gaat u die naam daar moeten invullen. Dan gaat u daarnaast invullen het klantennummer dat de klant bij dat bedrijf heeft en ook het Easy Switch ID-nummer noteren. Dat kan je bij elke factuur van elke operator terugvinden, op de eerste of soms ook op de tweede pagina. Als de klant ook een vaste lijnnummer wil behouden, dan ga je ook het volgende document moeten invullen. Overdracht vaste nummer. Dat staat de rubriek eronder. Daar ga je invullen het oproepnummer van de klant. En als de klant zijn nummer wil behouden, moet je ook aanvinken dat dit overgedragen wordt naar Orange. Dit kan ook zijn dat je bij een klant komt en dat de klant zegt, ik wil enkel mijn televisie en internet overzetten naar Orange. En mijn vaste lijn, die mag stopgezegd worden, want die wordt toch niet meer gebruikt. Oké, dan ga je nog steeds het oproepnummer noteren, maar dan ga je het vinkje zetten bij stopzetten. Oké, daaronder kunnen we nog eventueel overdracht mobiele nummers, maar dit gebeurt steeds via de nummeroverdracht mobiel MNP-document Mobile Number Portability. Dus we gaan enkel dit migratiemandaat gebruiken voor televisie, internet of de vaste lijn. We nemen de achterkant erbij en op de achterkant moet enkel nog door de klant een handtekening worden gezet, de datum en de locatie. Dit document gaat u dan een voorkant en de achterkant een foto van nemen en als u een digitaal order invoert in de My Smart voor uw klant, dan moet u de voorkant en de achterkant mee uploaden, zodoende dat ook Smart in bezit komt van dit digitaal order en van ook het document Easy Switch. In ieder geval, wij wensen u heel veel succes bij het correct invullen van alle documenten. Yeah.